Voor de vierde keer een explosie in De Botter in Lelystad. Buurtbewoners schrokken zich rot. De politie heeft de straat afgezet. Om te testen is die vandaag weer opgeblazen. De balgstuw bij Ens. En wat blijkt? Het doek kan nog een tijdje mee. En voetballer Turk is blij met het nieuwe clubgebouw op Sportpark De Vormt. Maar er blijft nog wel iets te wensen. Meer gas om te koken. Het is dinsdag 1 oktober. En dit is Flevoland. Goedenavond. Meerdere politieagenten waren gisteravond in De Botter 24... nadat buurtbewoners een explosie hoorden. De knal vond rond 10 uur plaats, vlak voor een woning. Voor zover bekend raakte er niemand gewond, maar omwonenden zijn geschrokken. Nou, vreselijke knal. Het was echt niet normaal. Mijn kinderen sliepen, mijn man en ik zelf ook. Op een gegeven moment ik hoorde een explosie. Een knal waar de hele buurt uit wakker van is geworden op straat. En dit is al de zoveelste keer. Ik begrijp niet waar dit vandaan komt. Echt niet. De straat is afgezet met linten en pionnen. Het is al de vierde keer in een half jaar tijd dat er een explosie plaatsvindt in De Botter. Het is nog niet duidelijk wat de knal heeft veroorzaakt. De politie roept getuigen op om zich te melden en vraagt buurtbewoners om eventuele camerabeelden te delen. Ondanks protesten van buurtbewoners moet een deel van het speelveldje bij de Rietstraat in Emmeloord wijken voor nieuwbouw. De gemeenteraad van Noordoostpolder stemde gisteravond in met het wijzigen van de bestemmingsplannen die nieuwbouw mogelijk maken. Sommige ouders spreken van een wrang besluit. Ja, ik ben heel boos. Ja, ook verdrietig ook. Ja, dat ik denk, jemig, ja sorry. 1010 handtekeningen, 1010 burgers die op de benen komen. Tribunes die continu vol zitten. Ik vind het echt ongelooflijk. Het gaat om een opknapbeurt van de twee straten met de oudste huizen van Emmeloord. De Rietstraat en de Zeebiestraat, 80 jaar oud. Woningcorporatie Mercatus hield vorig jaar zomer een informatiebijeenkomst. Ons plan gaat wel uit van grootschalig nieuwbouw. Er is gelijk al kritiek over de indeling. Wat ik zo zie, denk ik van, wat jammer. Maar vooral ouders roeren zich, als blijkt dat van het aanwezige speelveldje weinig overblijft. Ja, ongeveer een derde. En er gaat een heel basketbalveld gaat weg, waar vooral de zomer heel veel jongeren gebruik van maken. En van het voetbalveld blijft nog ongeveer een derde over. Weet je, wij willen een speeltuin voor kinderen waar ze vies worden en goor en waar ze kunnen voetballen en slidingen. En niet eentje met rubbermatjes wat ze beloven dat het heel mooi wordt. Dat vind ik helemaal niet interessant. In eerdere uitzendingen uiten kinderen al hun ongenoegen. Heb je ook nergens meer om te spelen? Nou, dat vind ik niet zo superleuk dat die in parkeerplaats komt. De gemeenteraad mocht gisteravond de definitieve klap geven op de bestemmingsplannen die de nieuwbouw mogelijk maken. De oppositie bracht de zorgen van de ouders de raad in. Ik ga namens D66 tegen het bestemmingsplan stemmen. We zitten hier toch met z'n allen om het algemene belang te dienen. En welk belang is er dan zo groot voor Noordoostpolder om 4 extra woningen op die speelweide te realiseren? Ik begrijp het niet. En toch is het college van mening dat we met alle beleidsdoelstellingen in het achterhoofd een goede vertaling en afweging hebben gemaakt. En die hebben we omgezet in de plannen die vanavond op de agenda staan. De stemming is geopend. Voor zijn 19 stemmen en 10 zijn tegenstemmen. En daarmee is het voorstel aangenomen, al dus besloten. Hoe nu verder? Ja, nou, er komt een bestemmingsplanwijziging waarschijnlijk. Daar zullen we uiteraard weer op reageren en op protesteren. Want wij zijn hier nog niet klaar mee. Nee, we zijn als buurt echt geraakt. Het houdt ons echt heel erg bezig. Een auto is vanochtend rond 8:30 in brand gevlogen op de A6 richting Emmeloord. Niet ver van de Ketelbrug. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De brandweer heeft het vuur geblust. Door de autobrand was er tijdelijk 1 rijbaan beschikbaar op de snelweg. Het 1-jarige meisje dat begin dit jaar in Almere Haven overleed is volgens het Openbaar Ministerie overleden door wurging of smoren door haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens een zitting over de zaak. Eerder werd gedacht dat het kindje mogelijk ook een fatale dosis chloor of bleekmiddel toegediend had gekregen. De moeder heeft psychische problemen en zit in het Pieterbaancentrum voor onderzoek. De zaak wordt waarschijnlijk volgend jaar hervat. Het is 1 oktober en daarmee het begin van Stoptober. De maand waarin mensen proberen om geen sigaret op te steken. Stoppen met roken is lastig omdat je te maken krijgt met ontwenningsverschijnselen. Onrustgevoel, angstgevoel, stress, slaaploosheid, verhoogde eetlust.
Zo kan je heel veel ontwenningsverschijnselen noemen waar ze mee te maken krijgen. En het maakt stoppen met roken heel erg moeilijk. En de Poldertoren in Emmeloord wordt verbouwd. De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft gisteren ingestemd met zo'n 7,5 ton aan extra budget voor de verbouwing. In de Poldertoren moeten onder meer hotelkamers komen. De verbouwing moet eind volgend jaar klaar zijn. De renovatie kost in totaal 3,3 miljoen euro. Ook het Rijk en de provincie dragen financieel bij. De balgstuw bij Ranspol. Met storm moet hij zorgen dat de kop van Overijssel en Noordoostpolder niet overstromen. Om er ook zeker van te zijn dat deze stormvloedkering het dan ook doet, wordt die ieder jaar onderzocht. Een gevaarte van 240 meter lang en 10 meter breed. De buitenkant van deze balgstuw is vandaag geïnspecteerd. Nou, op zichtbare schades wordt gecontroleerd. We halen ook nog wel eens vishaken uit het doek. Kleine schades die verder geen effect hebben op de sterkte van het doek. Maar er wordt ook gekeken of het doek de afgelopen jaren steeds wat verder uitgerekt is bijvoorbeeld. Dus de afstand tussen meetpunten wordt gecontroleerd. En op die manier krijgen we een beeld van de kwaliteit van het doek. En die kwaliteit blijkt eigenlijk veel beter te zijn dan gedacht. Het doek van de balgstuw kan namelijk veel langer mee. Vermoedelijk zelfs tot 2040. Om daar zeker van te zijn, wordt het ieder jaar gecontroleerd. De balgstuw wordt dan opgeblazen. Dat opblazen, dat is eigenlijk het vullen van de ballig met water en lucht. Door er actief lucht in te blazen gaat de ballig naar de oppervlakte en ontstaat er een ruimte die vervolgens volloopt met water. Er gaat ongeveer 3,5 miljoen liter water in een ballig en 3,5 miljoen liter lucht per ballig. En dat water, dat komt dan hier van buiten erin, maar ja, er zitten dan ook vissen in. Dat klopt, dat is het water hier uit het Ketelmeer en daar kan af en toe een visje in zitten. Dat proberen we wel te voorkomen. Zo hebben wij een vissendisco geïnstalleerd, eigenlijk een frame met stroboscooplampen voor onze waterinlaat die de vissen afschrikt, zodat de vissen er niet in zwemmen. Een vissendisco? Een vissendisco, ja, dat klopt. Met een boot varen de inspecteurs langs de opgeblazen stormvloedkering. Was het eerst nog een unicum om de volle stuw te zien, is het nu... Steeds vaker. We zijn afgelopen jaar 6 keer dichtgegaan voor hoogwater. En dat is het aantal waarvan u denkt dat blijft toenemen? Nou, of dat blijft toenemen, weet ik niet. Maar dat is meer dan wat men oorspronkelijk dacht toen het object hier gebouwd is in 2002. En ook na het begin van deze inspectie lijkt het erop dat de balgstuw weer een jaartje mee kan. Hoe is dat voor u dan, om dan te kijken van het is weer gelukt? Dat is eigenlijk kerst op de taart. Daar werken we het hele jaar voor. En dan is het in de stormsituatie nog mooier. Er zijn campings en B&B's genoeg. Maar hotels, dat heeft Zeewolde nog maar weinig. Ondernemer Wan Tung zag een gat in de markt. Hij had al een restaurant. En op de bovenverdieping van dat pand opent hij nu ook een hotel. Zeewolde is een mooi dorp. Daar hoort een mooi hotel bij. Met andere woorden, dit had Zeewolde nog niet. Nee. Dat is niet helemaal waar. Er zit een hotel in het centrum van Zeewolde met 8 kamers. Het nieuwe hotel van Tung heeft 14 kamers en zit op industrieterrein Trekkersveld. Ondanks de weinig inspirerende omgeving verwacht hij toch genoeg klanten te vinden. We hebben de afgelopen 3 maanden wat proef gedraaid. Dat is heel mooi verdeeld in 3 verschillende groepen mensen. Daar ben ik wel heel blij mee. 3 verschillende soorten hotelgasten komen er dus voorbij. Tung ziet mensen uit het buitenland die voor hun werk meerdere weken in de buurt moeten zijn. Windmolenmonteurs bijvoorbeeld. Maar hij ziet ook toeristen uit Brabant en Limburg die willen fietsen in de lokale natuur. En zakenmensen die graag centraal in Nederland willen verblijven. Overvol eigenlijk. En daar ben ik heel blij mee. Er lijkt dus vraag genoeg te zijn naar hotelkamers in Zeewolde. Waarom het aanbod dan achterblijft is niet duidelijk. Maar de promotiestichting Puur Zeewolde verwacht wel dat de vraag de komende tijd alleen maar toeneemt. Tung heeft dan ook alvast zijn oog laten vallen op een grasveldje naast zijn hotel. Nou, we hebben nog mooie ideeën om toch nog meer kamers te gaan bouwen. En dan het nieuwe clubgebouw van SV Urk. Het wordt bijna in gebruik genomen. Eerst gaat de businessclub open, de rest volgt later, want het is nog niet helemaal klaar. Ja, we hebben nog geen voldoende gas, dus daar is het wachten op. Maar dat is ook nog een kwestie van een paar weken, hoop ik. En dan kunnen we de officiële opening kunnen we dan gaan doen. Ja, er moet nog gasleiding aangelegd worden of wat?
Nou, we hebben een gasleiding en die hebben we ook vanuit de oude kantine, maar die heeft onvoldoende capaciteit. Want we hebben een uitbreiding van de keuken met friteuses. En daardoor moest er een uitbreiding komen op het gasnet. Ja, en dan ben je afhankelijk van je toeleveriers hier. Het begon bijna 2 jaar geleden toen SV Urk een inzamelingsactie hield. Er werd in 1 avond €500.000 opgehaald tijdens een bijeenkomst van de businessclub. Vanaf dat moment is het in sneltreinvaart gegaan en kon er uiteindelijk gebouwd worden. Je ziet dat er op Urk heel veel betrokkenheid is bij sportclubs. En dan met name ook SV Urk, de voetbal. We groeien naar bijna 2000 leden inmiddels. We zijn de afgelopen 5 jaar enorm gegroeid. En je ziet die betrokkenheid over het hele dorp naar onze voetbalclub. En ook bij de sponsoren. Ja, en als ik dan echt 1 reden mag noemen waarom dat kan, is dat ook ons eerste elftal gewoon met Urker spelers voetbalt. En dan zie je dat daardoor heel veel sponsors gewoon zeggen, nou, daar wil ik bij horen. Zaterdag tijdens de thuiswedstrijd in de derde divisie tegen Sparta Nijkerk kunnen de businessclubleden hun plekje zoeken op een gloednieuwe tribune. Dit is echt uniek, dit is schitterend. Daar zijn we ook enorm trots op als club en als vereniging. We kwamen natuurlijk door de groei van onze club al jaren geleden kwamen binnen knel met onze kantine. De sponsoren die maar blijven groeien, dus onze businessclub die werd te klein. En vandaar deze mooie uitbreiding. Tot zover, dit is Flevoland. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via omroepflevoland.nl of via onze app. Daar lees je bijvoorbeeld het verhaal over een proef met slagbomen op de Kleinweg in Noordoostpolder dat een 250.000 gaat kosten. Voor nu nog een fijne avond en graag tot morgen. Dag.